keer over wat de gemeente allemaal zelf al deden met fietsdata. Wat de IW daarmee wilde. En vandaag staat op het programma eigenlijk een beetje feestelijke lancering van de mobiliteitskit met nu nieuwe fietsdingen. Zoals jullie misschien al van Zoom hoorden, want ik kreeg die van in mijn oordopjes, wordt deze bijeenkomst opgenomen. Dus als je dat vervelend vindt, ga of uit de meeting, of zet je camera uit, of verander je naam iets heel erg anders. Of een combinatie van die drie zaken. Dus welkom. Dit is een online meeting. Nou, daar zijn jullie waarschijnlijk allemaal heel erg ervaren in. Maar nog even voor de mensen die het niet doen, en nog even de regels. Zorg dat je in principe communiceert via de chat met ook de host die er is als er iets aan de hand is. En ook de vragen tijdens de presentatie is het handig om die even in de chat te stellen, zodat we dan na de presentatie terug kunnen komen. Als je een vraag stelt, hou die kort. En, of course, en natuurlijk hou respect voor elkaar en probeer elkaar te luisteren hoe het daarin zit. Wat gaan we doen in deze middag? Nou, de middag, ik ben een beetje het voorprogramma. Ik ga even kort toch vertellen wat er allemaal gebeurt rond fiets en data. Zoals sommigen van jullie, als ik de gezichten zo zie, bekend voorkomen en voor sommigen wat nieuwer zijn. En daarna gaan Linda Heilman en Constance Winter jullie meenemen over wat er allemaal kan met de mobiliteitsscan. Hoe je daar fietsdata voor kan gebruiken. Wat voor inzichten je dan kan krijgen en hoe je daar zelf mee aan de slag kan gaan. En volgens is ruimte van discussie en vragen en experimenteren en we daar verder mee gaan. We doen daar maximaal anderhalf uur over. Er zit ook een pauze natuurlijk in. En hopen dat het een beetje een leuke actieve bijeenkomst worden. Er komt een verslag ook van. Dat zal door de COW op de site worden gezet van de Tour de Force en de fietsberaad ook in, waar deze de opname terug te zien is en een link naar de belangrijkste documenten die worden genoemd en ook de oude iedere kenniscafés die daarin zitten. Dat even als start. Misschien even leuk om te zien wie er allemaal zijn en ook een beetje actief zijn. Iedereen die van de gemeente is, kan die hand opsteken. Kijk, dan zie ik dat gemeens de hand ingaan. Iedereen die van een provincie is. Kijk, Anita nu de hand naar beneden steken, dat is ook even binnen. En iedereen die van de Rijksoverheid is, daar zijn ook nog mensen van. En ik zie ook wat adviesbureaus rondlopen. En is er nog iemand ook die nog niet genoemd is? Kijk, die is van de Fietsenbond, volgens mij hier. En die is volgens mij en op vakantie naar een heel mooi eiland. Dus daar willen we eigenlijk ook allemaal zijn. Dus dat is en blij iets. Nou, welkom allemaal. Fijn dat er een beetje een ruim iets is. En we zijn inmiddels ook met 44 man. Dus dat is ook een mooie opkomst, denk ik, voor een toch wel technisch onderwerp als dit. En goed dat we elkaar blijven te vinden. Ik heb mezelf nog niet helemaal voorgesteld. Ik ben Rick Lindeman. Ik ben wegkapitein fietsdata van de Tour de Force. De Tour de Force is de verzameling van overheden en ook EGO's als de Fietsersbond en andere partijen om te kijken wat de fietsagenda van de toekomst is en hoe die zo gezamenlijk een stap verder kunnen helpen. Vooral op onderwerpen waar het voor een individuele overheid of andere partijen misschien te klein is of te lastig is om dat te doen. En daarnaast ben ik projectleider fiets binnen Rijkswaterstaat. Ik probeer te zorgen dat die organisatie af en toe wat fietsen vriendelijker is. Mooi. Dan ga ik met mijn verhaal beginnen. De mobiliteitsscan. Als gezegd het zevende kenniscafé dat er is. Mobiliteitsscan is echt een ding met een lange geschiedenis. Daar ga ik zo ook nog kort over hebben. Maar mooi om even in deze context ook toe te lichten. Dit zijn mijn bijen. Die laat ik altijd even zien als ik het over fietsdata heb. Ik sta er zelf achter. Dat was een foto van vorig jaar in Oud-Zuiden. En waarom laat ik deze foto zien? Behalve dat hij wat over mijzelf zegt. Ik vind het altijd een mooie metafoor om te kijken hoe je naar fietsers kan kijken. Want net zoals fietsers zien dit misschien, dit zijn er nog niet eens zo heel veel, maar zien beide misschien uit als één grote chaos. Hè? Die krioelen maar door elkaar en over en neer en zijn er heel erg veel. Maar alle individuele bijen, die hebben allemaal een doel en een route en een motief om ergens heen te gaan. En die maken een hele rationele, logische afweging om dat te doen. Dus het is heel verschillend of je naar de groep kijkt of naar de individuele fietsen.
En zo zit het ook met fietsdata. Eigenlijk dus in die zin anders dan met autodata of zeker met OV-data. Dat zich veel meer houdt aan voor, door ons bedachte routes of regels die erin zitten. En de fietsers en ook in een bepaalde zit ook mensen die lopen. Zijn vooral die kijken van die kant. En dan gelden ook regels tussen fietsers die ook voor zwermen, insecten of vogels gelden. Van de afstand die ze houden tot elkaar en elkaar daarin zitten. Dus dat betekent ook als je naar fietsdata kijkt en ze probeert te vormen in een model dat andere uitdagingen heeft dan een andere modaliteit. En dat is goed om je in de gaten te houden als je ermee mee aan de slag gaat. Dat het niet één op één kopieer is van een andere modaliteit die daarin zit. Nou, daarom is het goed te horen dat ook de mobiliteitsscan daar nu stappen in heeft gemaakt. Nou, naast dit welkom ga ik even een rondje, even een korte context schetsen met de geschiedenis van beide zaken. Ik zag dat Henk Tromp er ook is, dus die gaat, als ik iets fout zeg over die geschiedenis, dat gaat hij vast in de chat daar een mooie toelichting bij doen. Dan ga ik kort een aantal voorbeelden noemen van hoe fietsdata nu gebruikt wordt en waar we mee bezig zijn binnen de Tour de Force. En vervolgens geef ik het stakje over aan Linda en aan Constance om het echt te laten zien hoe het werkt in de praktijk en met een live demonstratie en kijken. En vervolgens graag in discussies wat we hiermee kunnen, hoe we verder moeten kunnen. En zijn ook heel benieuwd van jullie hoe het nuttig voor jullie is. Dat gezegd hebben, een beetje context. Nou, ik ben zelf sinds 2017 een beetje bezig met fietsdata. Daarvoor is de beroemde fietsstelweek geweest. Maar die zijn vooral in het kader van beter benutten uitgevoerd. En beter benutten was ook de tijd dat de mobiliteitsscan ook al veel gebruikt werd om allerlei maatregelen te toetsen en erin te zitten. En zijn zelf al vanaf toen de Force bezig geweest met een beetje verkenning. Kijk, wat is nou eigenlijk fietsdata? We zagen ook dat we dat als fietswereld niet alleen konden. Dus daarom hebben we ook gesteund door een intentieovereenkomst met onderwijsinstituten, maar ook de NDW en dat andere dingen, te kijken hoe je dat ook met elkaar beter kan vastleggen. En er ook data. En kijken ook hoe je die data ook beter kan toepassen. In 2019 is de data tot 15 gekomen. Dat is een hele grote operatie om eigenlijk te kijken welke 15 datasets compleet te worden in Nederland en welke nog niet compleet zijn. Nou, er zijn een aantal acties gekomen op het gebied van fietsdata. In 2019 is ook een aanbesteding gekomen rond verplaatsingsdata. Laat ik zo nog een paar voorbeelden zien. In 2020, net op het moment dat de pandemie begon, is het fietsdata platform gekomen, Dexter, dat door de NDW wordt gehost, waar alle tellingen van Nederland in zitten. En dat is natuurlijk een goede input voor een bron als de mobiliteitsscan, als je al die tellingen hebt. Vervolgens zijn we daarna steeds meer gaan structureren om van die experimenten te komen tot die structurele afspraken van wat vinden we nou dat iedereen moet gaan bijhouden. En het andere punt is dat hier met protocollen, maar we proberen ook steeds meer te kijken van, hey, als je nou inderdaad gaat meten, is ook goed aan te nadenken van hoe je dat gaat doen en wat je daar eigenlijk wil meten en daar afspraken met elkaar te maken, zodat je de verschillende onderzoeken die er worden gestart steeds meer vergelijkbaar worden. Daar laat ik jullie zo een paar voorbeelden van zien. Nou, de mobiliteitsscan, daar weten andere mensen hier misschien meer van dan ik, maar het is wel goed om te weten dat het oorspronkelijk een privaat initiatief geweest, onder andere van Move Mobility die daarin zat. Daar zat Dirk van de Buurs die erin zat. Ondertussen werd er ook parallel aan met een deel dezelfde techniek de fietspotentiescan ontwikkeld, die vooral in Brabant bezig is geweest. Nou, toen is het tijdje geweest dat er discussie was van wat moet je daar nou mee en wat komt er nou uit? Wat is het nou alleen relatief belangrijk, ook de absolute cijfers die daaruit komen? Nee. Het is een herijking geweest op een aantal Brabantse routes. Ondertussen kwam de mobiliteitsscan in het beheer van Rijkswaterstaat. Dus overgenomen met het idee van, laten we het voor zoveel mogelijk overheen beschikbaar stellen. En hij is dus nu uitgebreid met fietsmogelijkheden die daarin zitten. Ik weet, er zit dus van alles nog meer gebeurd, maar dit leek me voor nu even een korte samenvatting. Belangrijk als je de fietsdata hebt, dat wij 9 typen onderscheiden. Want wat bleek is dat iedereen onder die term wat anders verplaatst. Dus het is goed om in je achterhoofd te houden als je de rest van het verhaal hoort. Het over puntdata, dat gaat over dat zijn de traditionele lus in de weg, maar ook tegenwoordig door andere technieken als slimme verkeerslichten of camera's. Dat gaat over hoeveel fietsers komen langs een bepaald punt. Nou, daar hebben we voor samen een scan en standaard ontwikkeld. Verplaatsingsdata, dat gaat over ritten, van waar naar waar rijden fietsers. Parkeerdata, dat is zowel voor je management van je fietsparkeerplek, maar ook voor de fietser zelf, van waar kan ik mijn fiets kwijt. Deelfietsdata, ook daar zit het in van voor de reiziger, waar vind ik een deelfiets, maar ook voor de
voor de organisator of voor de overheid meer van, hey, waar liggen al die fietsen? Worden die wel verhuurd? Klopt het toch met de concessie die erin zit? Asset data, dat gaat om van hoe gaat het eigenlijk met het fietspad dat ik heb? Is het, waar ligt dat eigenlijk? Van wie is het? Wie onderhoudt het? Liggen de pijltjes op? En daar ook bij van dat ook te gebruiken als onderdeel van je onderhoudssysteem. Van wat moet ik gaan onderhouden? Routebelevingsdata. Dat gaat eigenlijk over hoe beleeft de fietser het. Dat bestaat uit vaker enquêtes. En we zien eigenlijk ook dat misschien voor deel steeds belangrijker gaat worden om te zien als je routes aanlegt. Niet alleen de snelste weg van A naar B, maar ook de beste beleving, wat het comfort dat nodig is om te doen. Verkeersveiligheidsdata. Waar gebeuren ongelukken? Dat is een heel zwak punt nog voor de datasetten die we hebben. Want we zien dat traditioneel zo, als je zelf in de fiets tegen een boom botst, dat je niet meteen de politie belt. Dus het onduidelijk is waar het gebeurt en waarom het daar gebeurt. Data over de fiets zelf. Dat is heel belangrijk bij fietsendiefstal. En je ziet ook steeds meer dat zeker bij duurdere fietsen ook gekoppeld wordt aan apparatuur in de fiets zelf. De elektrische fietsen krijgen voor deel alleen maar verzekering in een bepaald segment. Als ze ook zo'n track-and-trace systeem hebben, zodat ze weer teruggevonden kunnen worden. En daar zijn ook afspraken met verzekeraars over. En data natuurlijk over de fietser zelf. Wie fietst er eigenlijk? En daar verandert best wel veel in de afgelopen tijd. Bijvoorbeeld door de toename aan e-bikes, door de vergrijzing, door de toename aan wielrenners die er zijn, de toename aan verschillende type fietsers die er zijn, en daardoor ook verschillende doelgroepen hebben die ze gebruiken. Dus ook daar zijn er veel veranderingen in. Nou, hoe werken we samen? In de Tour de Force zijn er 23 samenwerkende partijen. Er zijn klankborden bij de NDW om te kijken hoe het daar met fietsen zit. Dus wat de NDW is, het grote data meer, eigenlijk van alle data die we in Nederland opslaan. Data top 5 die zorgt dat er een stip op de horizon komt. Er daar ook handreikingen voor gemaakt voor de overheden. Hoe ze kunnen verzamelen en wat ze daar aan moeten bijdenken. We zorgen ook voor dat er standaard aanbestedingsteksten zijn voor als overheden puntdata willen inkopen. Nou, en daarna een aantal losse werkgroepen gemaakt om een bepaald type data die een extra doel moeten hebben. En we werken samen met andere delen van de Tour de Force samen aan hoe je van data steeds beter naar informatie komt. Bijvoorbeeld rond het samenwerkingsprotocol voor snelfiets. En ook internationaal begint hier aandacht voor te komen. Ik ben van de week in Leuven geweest. In België probeer je zelf wat te doen. In Denemarken en in Frankrijk zijn ze ook best wel ver. Dus we hopen eigenlijk het komende jaar ook de standaarden met elkaar uit te gaan wisselen voor dit soort dingen. Zodat ook de markt groter wordt voor andere partijen om hier ook een stap in te maken. Want natuurlijk de fietsmarkt is relatief klein ten opzichte van andere mogelijkheden nog steeds. Nou, een aantal voorbeelden. Het is mooi om allemaal puntdata te tellen. Maar waar ga je nou eigenlijk tellen? En als je een snelfietsroute doet, is het natuurlijk ook van belang van dat je niet alleen op de route telt, maar ook een aantal routes eromheen gebruikt. Namelijk als je een nieuwe route hebt, gaan op andere plekken misschien minder mensen fietsen. Dus als je dan. Dus daar hebben we afspraken gemaakt. Dat protocol wordt op dit moment getest en zal aan het eind van het jaar uitkomen. En wordt ook besproken met de verschillende leveranciers van evaluaties. Om te kijken van ja, wat hebben jullie nou nodig om dit te kunnen gebruiken? En we proberen daarmee dus dat we, zeker nu er waarschijnlijk financiering aankomt op bepaalde manieren, links of rechts voor nieuwe snelfietsroutes, dat we die allemaal op dezelfde manier gaan evalueren, zodat we eindelijk een beter antwoord op de vraag hebben van wanneer is nou een snelfietsroute effectief en waarom is de ene effectiever dan de andere. Nou, bij dit soort belevingsonderzoek krijg je dit soort plaatjes. Het is niet zo'n hele goed screenshot, maar van wat is nou het doel en wat is nou het verschil tussen de voormeting en de nameting die je daar dan in hebt. Dat hebben we allemaal in een grote Power BI. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een systeem van Microsoft om allerlei data te visualiseren, neergezet, zodat je dat van allerlei routes ook kan zien en daar je voordeel mee kan doen. Om deelfietsdata is dit eigenlijk hoe we begonnen een paar jaar geleden samen met CROW, waar we toen de strooifietsen van de Chinese afkomst uit Nederland werden gegooid, waar we vooral wilden van dat je kon zien hoe lang ze nou niet verhuurd waren en ook waar je ze absoluut niet wilde hebben, zodat je een afspraak kon maken met de leveranciers en daardoor kon zien van wanneer ze hun concessie zouden verliezen als ze daar niet aan hielden. En dat deden we doordat er afspraken zijn gemaakt met alle leveranciers. Je krijgt dan pas een concessie als je inderdaad je data volgens een bepaalde standaard communiceert richting het CROW. Nu zijn we daar al een stukje verder in en dan krijg je dit soort mooie plaatjes waar je dan kan zien rond alle deelvoertuigen, want het zijn niet alleen maar fietsen meer, maar ook scooters die hier zitten en elektrische bakfietsen. En daar krijg je dan
Dan krijg je dit soort plaatjes in. Dan kan je dus real-time zien als via deelfietsdashboard.nl en deelmobiliteitdashboard.nl. Nog steeds meer wat je kan zien van waar zitten dan de blokken aan fietsen, zodat je ook kan zien van als een evenement is bijvoorbeeld, waar parkeren die mensen ze vanzelf? Moet je dan bij de volgende keer misschien daar ook op anticiperen. Maar als je het over plaatsingsdata hebt, heb je hier maar zien van wat voor routes daar je uit krijgt. We hebben een grote aanbesteding geweest, die heeft ze voor- en nadelen gehad, maar we hebben best wel een bak data nu waar we allerlei routes van de afgelopen paar jaar niet hebben gezien. Voor een groot deel van bezorgdiensten zitten daar ook bij, omdat die al vanzelf tracker hebben op de fiets. En we zijn op dit moment met de TU Delft een onderzoek aan het doen wat je daar nou precies uit kan halen, zodat deze set hopelijk de set van de fietsdelweek van een paar jaar geleden definitief kan vervangen. Nou, dan krijg je dit soort van en waar tabellen krijg je dan, die je dan ook wel als input van modellen kan en de praktijkscamp kan gebruiken. Nou, ik had al even over het open data platform. Dat is bijna landsdekkend inmiddels aan het worden. We hebben meer dan 3000 meetpunten die daar continu in zitten en steeds worden geüpdate. Dus in de loop der jaren wordt het een steeds belangrijker archief om de trends te kunnen zien die we hebben. Dus het is voor onderzoekers heel fijn om erin te zitten. Er is ook van deels zelfs oudere data uit een aantal provincies opgehaald in beschikbare gemaakt, zodat je zelfs nog meer terug kan kijken. En zoals je ziet, zitten er zowel permanent als tijdelijk in om te doen. Nou, dit soort mooie plaatjes op bepaalde plekken. Je kunt ook steeds meer zeggen over snelheid. Doordat je te veel metingen bestaan uit in ieder geval twee punten waar geteld wordt, zodat je het verschil tussen die twee kan meten. Een ander is iets rond SS data, daar is het NWB, het Nationaal Wegenbestand, heeft daar vorig jaar een grote slag in gemaakt om veel meer fietspaden daarin te gaan zetten. Dus dat, je ziet links was ons beeld van een aantal fietspaden in 3 jaar geleden en nu is het wat het nu is, waar dus veel meer paden ook in zitten die nu onbekend waren. Nog een plaatje over de positionering van het volgende verhaal, want het is natuurlijk van wat ga je doen op welk moment en waar zitten de verschillende instrumenten in. Ik heb nu verteld vooral over het verzamelen van data en hoe je het voor informatie in je evaluatie kan gebruiken. Dus die data op een goede manier gebruiken, zodat het informatie is van is deze maatregel effectief geweest. Nou ja, andere type data gebruik je meer voor als je de afweging maakt. Je neemt KBA's en andere dingen, daar hebben we ook aan gewerkt naar meer standaardisatie voor de kennis in te maken. Maar de mobiliteitsscan, maar dat zullen we straks zien, die is ook voor een deel juist in die verkennende fase, als je gewoon met maatregelen aan het stoeien bent, aan het experimenteren bent. Maar om die goed te kunnen verkennen, heb je natuurlijk wel een dataset nodig om daarmee te kunnen spelen. En daar gaan we zo meer over horen wat daarin zit. Dan stop ik met delen. Dan kijk ik even of er vragen zijn in de chat. Paul van Wenen vraagt of er een nulmeting doet van het huidige gebruik van doorfietsroutes. Daarvoor is een nulmeting naar het gebruik is daarvoor ontwikkeld in principe. Dus voor de belevingsdata die erin zit en voor de tellingen wordt het deze maand gelanceerd. Dus het handigste is om je bij Bart Heijnen dan te melden als je daarvoor meer wil weten, Paul. Zijn er nog meer vragen om een handje opsteken voordat ik het woord overgeef? Ik zie geen handje. Kijk even Renske, ik zie ook geen handje. Dan geef ik het woord aan Linda. Dankjewel, Rick. Even kijken, ik moet even mijn beeld delen, denk ik. En de presentatie zoeken, maar daar staan jullie nu allemaal voor met je hoofd. Even kijken. Ja. Ik ben Linda Elman, werk bij RWS, afdeling applicaties of modellen en applicaties. Constance Winter is mijn directe collega en we hebben ook aan boord vandaag Rosalinde Toon, die gaat binnenkort bij ons stage lopen. Dus gelijk meteen een leuk moment voor haar om even haar gezicht te laten zien. Misschien dat jullie haar de komende tijd ook nog wel tegenkomen. Ik zal wat vertellen over de mobiliteitsscan en de modules. En Constance neemt het dan daarna over voor de discussie
Wat kunnen we ermee? Dus ik houd even bij het feitelijke gewoon. Wat is het nou? Maar vraag wel aan jullie, ga meteen denk vast terwijl ik het vertel na over hoe zou je het kunnen gebruiken, zodat we in de discussie daarover kunnen gaan hebben of dat dan ook de juiste toepassingen zijn. Maar ik zal niet heel veel vertellen over de toepassing, dat laat ik lekker voor de discussie. Rick heeft al een beetje wat verteld over de mobiliteitsscan, maar dat was vooral van wat is het in grote lijnen. Nou ja, ik vertel misschien een beetje dubbel, net misschien wat anders. Het is een online tool, dus het is beschikbaar op mobiliteitsscan.nl voor wie het niet kent. Het is een quickscan tool. Dat betekent dat je er... We zeggen het eigenlijk een analyse tool, dus je ziet vooral veel data en je kan een paar simpele wat als berekeningen in doen. Het voordeel, het is dus geen verkeersmodel, maar je kan wel simpele berekeningen. Dat gaat redelijk snel en op die manier kan je meerdere scenario's naast elkaar zetten. En, ja, een beetje de richting bepalen. Een beetje inderdaad voor die verkennende fase die ik net al noemde. Je visualiseert bestaande modeldata. Dus dat betekent dat de modeldata die uit de verkeersmodellen komt, dat is zowel het NRM-LMS wat wij beheren, als eigenlijk de meeste lokale verkeersmodellen zijn intussen ook ingelezen. Je kiest een dataset en die ga je dan vervolgens bekijken. Daarbij is het zo dat wij zijn eigenaar van NRM-LMS. Dus die toegang vraag je bij ons aan. Maar het systeem is zo geregeld dat degene die eigenaar is van de data, die bepaalt ook wie de toegang toe heeft. Dus het is niet zo dat als je naar de mobiliteitsscan gaat, dat je gelijk met alle verkeersmodellen kan bekijken. Maar als je geïnteresseerd bent in een verkeersmodel, kunnen we wel laten zien wie daar de eigenaar van is en contact leggen. Dus aanvragen en eigenaar. En eigenaar bepaalt vervolgens of je de data mag bekijken. Wie gebruiken de mobiliteitsscan? Dat is heel erg afhankelijk van de data, maar over het algemeen geldt onderwijs gebruikt het in het onderwijsprogramma. Centraal, het Rijk gebruikt het, decentrale overheden gebruiken het. Afstandsen vergeet ik een grote groep nu. Ja, adviesbureaus natuurlijk, die werken in opdracht van overheden. En dat zijn over het algemeen mensen die toegang krijgen tot de data. We zijn er niet voor burgers die iets willen zien over een plekje ergens op een straat. Want die snappen het onderscheid niet tussen gemeten data en verkeersmodeldata. Dus daar zit ergens de grens van. Er zijn mensen die het wel snappen. Ik zal iets vertellen over, even heel snel, want we hebben niet heel veel tijd. Dus ik ga niet heel diep in op de mobiliteitsscan en precies de werking daarvan. Dat is, dat kan je zelf ook ergens later nog wel een keer uitzoeken of vragen als je dat interessant vindt. Er is ook laatst een cursus geweest, die is opgenomen. Dus dat is misschien ook een tip om die even bij ons aan te vragen. Er is een website over de mobiliteitsscan. Omdat de mobiliteitsscan achter een inlog zit, hebben we een aparte website die wel openbaar toegankelijkheid is. Dat is de mobiliteitsscan-info.nl. En daar kan je ook zien als je aan de slag wil met de mobiliteitsscan, wat kan je dan verwachten, wat moet je doen. Eigenlijk uitgebreid wat ik nu heel kort ga vertellen. Een paar termen zijn wel handig om te weten, omdat ik die gewoon in mijn verhaal ga gebruiken. Een bronmodel, dat is dus de verkeersmodeldata die je inleest. Het bestaat uit een autonetwerk. HB-maat is voor alle modaliteiten. En met alle modaliteiten bedoel ik fiets zit erin, auto en OV. Volgend jaar komt er een project om vracht erin te krijgen, maar dat zit er nu nog niet in. En lopen zit er nu ook niet in, maar dat zou je in principe wel vrij makkelijk erin kunnen brengen als je dat niet. Maar het zit er niet in. Reistijden gaan erin. En wat nieuw is, binnenkort komen ook zonnegrenzen. Dat je ook, jullie zien straks allemaal pollen op de kaart van zones. Maar binnenkort hebben we niet alleen puntjes op de kaart, maar ook gewoon gebieden op de kaart. Dus dat is nieuw. Het belangrijk iets van de mobiliteitsscan is, je maakt altijd een uitgangsscenario aan. Dus als je de eerste keer binnenkomt in de mobiliteitsscan, kan je nog helemaal niets. Je komt op een heel mooi leeg scherm. En het eerste wat je mag doen, is een uitgangsscenario aanmaken. Een uitgangsscenario is het studiegebied waar je gaat doen. Dus die teken je in op de kaart. Je selecteert de data waarmee je wil werken. Maakt een gebiedsselectie en vervolgens gaat de mobiliteitsscan dat gebied aggregeren. Voor fiets betekent aggregeren... een uitsnede maken van het gebied, van het studiegebied. Maar er wordt geen zones binnen je studiegebied geaggregeerd. Dat is voor auto en OV wel het geval. Voor fiets wil je gewoon een fijnmazig netwerk en fijnmazige zones hebben. Dus deze gekozen om te zeggen, je moet dan je studiegebied kleiner maken. Je mag maximaal 250 zones. Dus dat betekent dat je daar gewoon rekening mee houden, een beetje slim uitsneden moet maken. De scan gaat vervolgens die maken, die uitsneden, en die doet een toedeling fiets.
En dan kan je aan de slag. En dan moet je even wachten daartussen. Dus dat is altijd een mooi moment voor een kop koffie, want dat duurt een minuut of 20. Dus dat kan je gelijk even bijkletsen. Andere belangrijke term van mobiliteitskennis is het maatregelscenario. Nou, maatregelscenario, eigenlijk wat ik net heb verteld voor het uitgangsscenario, het is gewoon een kopie van een uitgangsscenario. Maar vervolgens kan je maatregelen nemen, het woord zegt het ook al, in je maatregelscenario. En waarom is het een kopie en ga je niet gewoon maatregelen in je uitgangsscenario maken? Je wil vaak achteraf je uitgangsscenario kunnen vergelijken met je maatregelscenario. Dus daarom is het een apart gebeuren. We hebben modules in de mobiliteitskennis, dat zijn losse indicatoren die je kan bekijken. Ja, en ik zei dus het infosite mobiliteitskennis-info.nl, ik herhaal het even, het is heel belangrijk. Maar die kan je ook overal bij alle modules in de scan, overal waar informatie is, staan kleine i'tjes in de scan. Als je daarop klikt, ga je rechtstreeks naar de juiste pagina binnen die infosite. Dus dat is even een tip die ik meegeef, dan hoef je niet te struinen op die site, maar gewoon ga je daar rechtstreeks naartoe. Nou, dan ga ik naar het leuke gedeelte, namelijk de nieuwe modules die we hebben. Ik zal even kort nog introduceren waar dit vandaan komt. Van oudsher is de mobiliteitskennis echt een autotool. En we hebben gedacht, van daar moet ook wat fiets in. Met als uiteindelijke tool om ook iets van de model shift te kunnen breken. Maar dat duurt nog eventjes, maar we zijn ermee bezig. We zijn eerst begonnen fiets erin te doen en momenteel hebben we een project lopen ook om OV erin te zetten. En volgend jaar het verwacht. Uitgangspunt was de fietspotentiescan. Die hebben we goed bekeken en het idee was om die over te nemen in de mobiliteitsscan. Toen we gingen bekijken intussen, toen de fietspotentiescan werd ontwikkeld, toen was er in het NRM, wat wij zelf beheren, nog helemaal niets met fiets. Intussen is dat wel veranderd en hebben we zelf ook fiets in onze verkeersmodellen zitten. En we zijn toen gaan kijken, oké, wat zijn de goede eigenschappen, wat is goed aan de fietspotentiescan, wat hebben we zelf een methodiek, wat hebben we nog bijgeleerd intussen, en daar is een soort van mix gekomen. Dus er wordt vaak gesproken over integratie van de fietspotentiescan. Dat was wel de aanleiding, maar het is uiteindelijk wel een beetje anders. Dus jullie zullen, als je een fietspotentiescan kent, dingen herkennen, maar de regelregels erachter zijn hier en daar wel echt anders. Dus het is wel even aan te raden om even terug te lezen op de website wat er precies gebeurt. Nou, we hebben heel veel modules. Ik heb de fietsmodules even rood omcirkeld. Het zijn een flink wat. Het zijn niet altijd puur fietsmodules, maar vaak is fiets gewoon toegevoegd als modaliteit. En ik ga ze gewoon even snel, ik ga ze gewoon langs lopen en dan zien. We hebben ook maatregelmodules. Dat zijn dus de modules om dingen te wijzigen, om kleine wat als te doen. Nou, we zien al wijzigen snelheidsfiets, voegen nieuwe fietsverbinding toe. Voeg woningen toe, ruimtelijke ontwikkelingen en verander het aantal verplaatsingen in het model. Ik laat ze straks nog even snel doorlopen. En naast analyse en maatregelen hebben we ook effectmodules. Effectmodules zijn eigenlijk analysemodules, maar met enig verschil. Bij analysemodules heb je één kaart. En bij effectmodules heb je twee kaarten naast elkaar. En kan je een uitgangsscenario met een maatregelscenario vergelijken? Of kun je twee maatregelscenario's met elkaar vergelijken? En dan zie je de absolute verschillen, relatieve verschillen. Of gewoon de scenario-waarde die je hebt. Maar het zijn eigenlijk analyse. Dus eigenlijk alles wat ik voor analyse straks ga vertellen, is ook beschikbaar voor effecten. Ik hoorde iemand wat zeggen. Nee? Deze sheet ga ik negeren, want ik ga gewoon proberen om het live te laten zien als ik uit dit scherm kom. Dan heb ik even hulp nodig voor Zoom. Hoe kom ik uit dit scherm dat ik weer terugkom naar mijn bureaublad? Zonder dat ik jullie helemaal niet meer zie. Ik denk als je delen stopt. Ja. Dan moet ik dus even terug gewoon. Ja. En dan deel je zo meteen je nieuwe pagina weer. Ja, nee. Ik dacht misschien er is een slimmere route dan dat. Maar dit is wel de snelste in ieder geval nu. Dan ga ik terug naar die presentatie. Sorry jongens, ik zoom door. Escape wil ook wel eens helpen. Helpt Escape? Nou, ik zal het eens proberen. Ik kan ook gewoon die PowerPoint afsluiten. Dan kan die in ieder geval niet meer eigenwijs terugkomen. Share. Ja, nu kan ik, als ik jullie nu nog wegkrijg. Ja, we zijn in de mobiliteitsscan. Dit is gewoon, trouwens, ik kom nu in de acceptatieversie van de mobiliteitsscan uit. Ik had dat verkeerde tabblad over staan, maar het is wel even leuk om te laten zien.
Dit gaat het beeld worden als we straks zones hebben. Ik ga dan straks terug naar de live site. Maar wat je nu ziet in de huidige site zijn alleen deze centroïden op de kaart. En we krijgen dus vanaf half november, vermoed ik, zones ook. Dat je ook ziet hoe groot het gebied is waar je naar kijkt. Kijk, als je in de mobiliteitsscan komt, is een beheerpagina, ga ik verder niet heel veel over zeggen, maar is wel even goed om te weten. Hier zie je welke brondata er zijn, je scenario's die je allemaal hebt aangemaakt. En als je op een scenario klikt, zie je hier de informatie, aan de rechterkant de informatie van dat scenario. Dus welke data heb je gebruikt, maar ook welke maatregelen heb je genomen. Ga ik niet te lang bij stilstaan, want dat is zonde van de tijd. Dit is het plaatje wat ik net ook liet zien. Ja, ik ga ze gewoon één voor één gezellig doorlemen. Ik begin met de eigenschappen fietsnetwerk. Wat ik net vergeten ben te vertellen, besef ik nu. Ik heb wel verteld dat we brondata hebben. Namelijk het netwerk auto en de HB-maters en de reistijden. Maar wat heel belangrijk is voor fiets, is dat je daarnaast in de importmodule ook losse fietsnetwerken kan importeren. En losse OV-netwerken. OV-netwerk in dit gezelschap is misschien minder interessant, maar we hebben wel dus fietsnetwerken. We hebben een default fietsnetwerk, dat is namelijk het NRM-fietsnetwerk. Dat is gewoon voor iedereen beschikbaar. Dus ook voor mensen die geen toegang hebben tot data NRM-LMS, die krijgen wel toegang tot ons fietsnetwerk. En die kan ook gekoppeld worden aan alle andere verkeersmodellen die er zijn. Dus dat is, het is nog een netwerk gebaseerd op de fietsstelweekdata uit 2015, denk ik. Ja, Rick zei het net al, er wordt hard aan gewerkt om nieuwe data te verzamelen en zorgen dat we een beter netwerk hebben. Maar dit is op dit moment het netwerk wat we kunnen bieden. Je ziet verder op de kaart dat ik een studiegebied heb geselecteerd. Ik zit nu nog in een cursus. Ik zal even kijken. We hebben als, Constance, ik zal eerlijk zijn wie het heeft gedaan. Constance had een mooi studiegebied klaargezet. Met een beetje geluk als de internetgoden meewerken. Vandaag gaat hij ook helemaal laden. Ik zal even kijken. Je ziet hier op de kaart, zie je de lijn van je studiegebied. Dat heeft hij dus een uitsnede gemaakt van het grotere netwerk. Dat wordt gedaan om de rekensnelheden wat te doen. En er zit een rand omheen, volgens mij van 2 kilometer, waar die niet rekent, maar waar je dus wel inzicht hebt in je netwerk. In deze module hebben we de keuze om snelheden te bekijken. Dus dat zijn dus ingelezen snelheden bij het netwerk. En we kunnen intensiteiten bekijken. En de intensiteiten zijn intensiteiten die de scan berekent op basis van de ingelezen HB-matrices fiets. En dan hebben we een hele simpele toedeling. Dus als je de intensiteiten bekijkt, dan zul je ook zien dat het is namelijk gewoon een alles of niets toedeling. Dus wat je ziet zijn de snelste routes. Dat heeft voordelen, dat heeft ook nadelen. Voordeel is dat het lekker snel rekent snel. Nadeel is dat natuurlijk de werkelijkheid is anders. Dan kunnen we aannemen dat fietsers niet houden van omrijden en dat het dus lekker direct is. Maar het is goed om dat in je achterhoofd te houden bij alles wat je straks ziet. We berekenen de snelste route. Je kunt op een wegval klikken. Dat is eigenlijk in de hele scan het geval. En dan weet ik niet of er nu onderaan iets is geopend. Want jullie staan allemaal netjes op beeld. Maar precies, ja, er is een tabelletje geopend waar jullie zo overheen stonden. En daar zie je informatie over het wegvak. Dus in de categorie hier, in de legenda staan allemaal categorieën. Dat is een eigenschap van de scan. We proberen het altijd een beetje algemeen te houden. Niet te veel absolute waarde te geven. Omdat de scan echt wel gaat over richtingen, vergelijkingen tussen scenario's. En niet zozeer over absolute cijfers. Maar mocht je echt wel willen weten wat het dan is. Hier bij meer dan 20 km per uur paars. Bij dat wegvak was het dus 21 km per uur waar we mee rekenen. Dat is het netwerk. Dan gaan we terug naar de dingen. Even kijken wat ik hier. Dan wou ik de isochroon op wegvakken. Nou, die komt echt uit de. Die zullen jullie bekend voorkomen uit de fietspotentiescan. Die is beschikbaar voor auto en fiets trouwens. Dus dat is leuk om eens een keer de vergelijking misschien ook te maken. Wat die doet is. Even kijken waar mijn fietsnetwerk zit. Hier zo. Je selecteert een wegvak. Ik doe even nu, ik weet helemaal niet waar ik nu geklikt heb, hoor, want daarvoor moet je echt verder inzoomen. Maar het is even voor het idee. Je geeft een snelheid in waarin je die cirkels, die hebben, dat zijn bepaalde reistijden. Dus als ik zeg op basis van echt op hemelsbrede snelheid, als ik 15 km per uur fiets, dan zou ik in principe
hier binnen 10 tot 15 minuten bij deze cirkel moeten aan zijn. En alle wegvakken hebben een kleur gekregen wat het op basis van de snelheid van dat wegvak is. En zo kun je zien of er ergens obstakels zullen zijn. Als de reistijd, de verwachte reistijd voor jouw snelheid veel korter is, dan kan je daaruit afleiden van, hé, dat is gek. Want je zou verwachten dat mensen daar binnen die tijd zijn. En dat zijn ze niet. Het is een analyse. Het is ook een leuke analyse om eens te kijken. Stel dat je een fietssnelroute aanlegt. Van hoe snel zouden mensen daar dan kunnen zijn? Je kunt er straks een discussie over hebben waar je het verder voor gebruikt. Maar het is een tooltje. En hij is waarschijnlijk voor de mensen die de fietspotenties kennen heel herkenbaar. Dan ga ik naar de reistijd van naar een zone. Om altijd even kijken waar ze zitten. Hier zie je dus alle centroïden. Dit zijn ingelezen centroïden. Dus die zijn gekoppeld aan je verkeersmodel. Nou heb ik nu hier een verkeersmodel NRM-LMS ingelezen. Dat is vrij grof in stedelijk gebied. Dus je zou waarschijnlijk als je hier het model van Utrecht inleest, veel meer stippen op de kaart zien in Utrecht. Je moet even goed nadenken voor welk doel ga je het de scan gebruiken. Welk dataniveau past daarbij en dan die pakken. Je kan maar 250 zones. Misschien dat we dat binnenkort nog eens een keer wat kunnen oprekken. Maar met 5000 zones dat hebben we geprobeerd, lieten we in ieder geval de server flink. Hebben we flink om zeep geholpen. Dus we moeten nog een beetje uitvinden waar zit de grens qua aggregatie en qua hoeveel zones kunnen we hebben. Hier ook weer, je hebt de drie modaliteiten in het menu. Dat is eigenlijk altijd aan deze kant. Je kunt kiezen tussen aankomsten, vertrek op beide richtingen. En vervolgens kun je een isochrone. Dit scenario heet toevallig van Dom tot halverwege de Dam. Want het gaat uit van een nieuwe fietssnelroute van Utrecht naar Amsterdam. Dus ik zal eens een beetje de Dom. Ik denk dat de Dom ongeveer wel in deze zone ligt. En dan geeft het reistijd isochrone, dus dat is op basis van ingelezen reistijden uit je verkeersmodel, geeft het een beeld van hoe lang de reistijd is vanaf die zone naar andere zones in het model. En dat kun je dan vervolgens dus met maatregelen, kan je daarmee spelen. Deze module heeft toevallig een tweede kaartfunctionaliteit. Dat betekent dat je eventueel ook twee verschillende uitgangsscenario's met elkaar zou kunnen vergelijken. Maar ook hetzelfde uitgangsscenario. Ik heb nu dezelfde. En dat je dan aankomsten en vertrekken met elkaar vergelijkt. Of fiets gaat vergelijken met de reistijd auto. Dat zou ook kunnen. Dus er zitten hier allerlei dingen in die je kunt gebruiken. Niet allemaal zijn ze even zinvol. Dus het is wel aan te raden om je eigen hersenen even te gebruiken. Is de analyse die ik nu doe, is die ook logisch? En slaat die ergens op? Dat laten we echt over aan de gebruiker. Wij bieden alleen de functionaliteiten. En wat je ermee doet, denk vooral zelf na. We zien wel eens rare dingen langskomen. Deze is er ook in de effectmodule. Dan heb je ook twee kaarten. Het verschil daarmee met deze kaart is dat je hier twee uitgangsscenario's met elkaar vergelijkt. In de effectmodule vergelijk je altijd een uitgangsscenario met een maatregelscenario. Dus dat is dan net het verschil. Verder ziet het er hetzelfde uit. En je kunt hier rechts scenariowaarden bekijken. Absoluut verschillen en relatieve verschillen. Dus als ik hier nu auto doe en ik doe allebei aankomsten. Dat is wel logisch om dan aankomsten met aankomsten te vergelijken. Dan zie je als ik daar klik op de kaart voor fiets. Je kunt trouwens deze, kan je wegklikken, die linker kolom, om wat meer ruimte op je kaart te krijgen. Dan zie je hier het verschil tussen reistijden. Dus als ik hier kijk vanaf Utrecht naar Breukelen, dan is dat 30 tot 40 minuten met de fiets. En het zal volgens het verkeersmodel 10 minuten korter zijn met de auto. Eens even kijken. Ja, die had ik al laten zien dat je daar straks de zonnegrenzen hebt. Wat handig is om te weten, als je de effecten, we zien nu alle bronzones. Maakt dat uit voor fietsen? Nou, op zich niet, maar als je auto vergelijkt, is het handig. Er wordt geaggregeerd voor auto. En de methodiek die erachter zit, is dat je als je maatregelen zou nemen, dan neemt hij het verschil van opzichte van voor de maatregel na de maatregel op je geaggregeerde zones. En dat verschil transponeert het terug naar de brondata. Dus je ziet altijd brondata op de kaart, maar daarachter zit een berekening op scenario data. En dat is even eentje, die moet je gewoon even weten om te snappen wat je ziet. Even kijken, wat hadden we nog meer? De afstandsverdeling ritten. Dat is ook een nieuwe module.
Die is trouwens ook nieuw voor auto, mocht je de mobiliteitsscanner al kennen. Die hadden we ook niet voor auto, dus dat is gewoon een hele nieuwe module. Ik selecteer fiets en wat je kan zeggen is hier dat je wil zien hoeveel procent van de verplaatsingen onder een bepaalde afstand liggen. Dus als ik hier zeg ik wil van 5 kilometer weten, dan zie je hier voor alle zones hoeveel procent van de fietsritten onder de 5 kilometer liggen voor die zone. En je kan ook weer op zo'n, ik denk op zo'n zone klikken en dan zie je hier dat het onder de 5 kilometer 95%. Maar we hebben ook standaard afstandsklassen hadden we al gedefinieerd, zodat je ook ziet hoe de rest van de verdeling is. En dat kun je dus per zone zien en je kan hem hier ook downloaden, die informatie. Even kijken. Aantal verplaatsingen per zone. Nou, de module zegt het al, dat zijn de aantal verplaatsingen, aantal vertrekken, aantal aankomsten per zone en dan ten opzichte van elkaar. Dus het is een weging. Het betekent dus dat hier uit deze zone relatief minder vertrekken zijn dan bijvoorbeeld uit een zone, hier een gele zone per fiets. Nou, dat is op zich logisch, want de binnenstad Utrecht, daar verwacht je dat mensen niet heel veel met auto gaan, maar voor een buitengebied kan het soms interessante inzichten geven. En je kan deze informatie, als je wil, wegen naar inwoners en arbeidsplaatsen. Dus je kan zeggen het aantal vertrekken per fiets, per inwoner in die zone, en het dan vergelijken om te compenseren voor hele grote en hele kleine zones. Want dat is natuurlijk een beetje een oneerlijke vergelijking. Als je zegt, hier bij Breukelen zullen het best wel flink grote zones zijn, terwijl hier in Utrecht het hele kleine zones zijn. Er zitten in Utrecht heel veel mensen op een klein gebied, omdat er gewoon veel hoogbouw is. Daar kan je naar compenseren. En ik denk dat hier in de toekomst ook nog wel per vierkante kilometer bij gaat komen. Maar die is er nu nog niet. Je kan nu naar inwoner- en arbeidsplaatsen schalen. En hier kun je nog kijken of je binnen of buiten de uitsnede wilt. Dus als je verder in zou zoomen. Ik weet niet of dat lukt. Ja. En ik zeg hier dat hij moet schalen binnen de uitsneden. Dan pakt hij alleen de centroïden die nu in beeld zijn, pakt hij mee in die berekening. Nou, dat waren de analysemodules die ik wilde laten zien. Nou, dan gaan we naar het andere gedeelte van de scan, namelijk de maatregelen. Dat minuutje ziet er anders uit. Dus dat is altijd even wennen. Je bent gewend aan, ik selecteer gewoon een ding. Maar hier is het, je hebt een uitgangsscenario, je hebt een maatregelscenario. Je kan prima meerdere maatregelscenario's onder één uitgangsscenario hebben. Nou, ik heb hier een maatregelscenario aangemaakt van Dom tot halverwege de Dam. En als ik dan op volgende klik, zie ik, dan komt er een menu van alle maatregelen die je hebt. En de categorieën waar ze erin zitten. Ik heb al een keer een maatregel genomen, namelijk een wijzige wegvaksnelheid. En die is nog niet berekend. Dat is ook iets wat je even moet weten bij de scan. Je kan maatregelen stapelen. Je neemt ze, maar ze zijn dus, als je op opslaan drukt, binnen maatregel niet direct berekend. Je krijgt ze alleen hier in het overzicht en vervolgens met die knop hieronder berekenen. Dan pas ga je ze allemaal berekenen. En dat is gedaan omdat er best wel wat rekentijd achter zit, omdat er een nieuwe toedeling gedaan moet worden. Er moet hier en daar wat andere dingen gerekend worden. Je bent best even bezig en dat doet hij één keer voor meerdere maatregelen tegelijk, in plaats dat je dat eigenlijk na iedere maatregel weer opnieuw wil berekenen. Dus dit is gewoon even een trucje om het te doen. Maar we zien nog wel eens de fout. Ja, ik zie niks op de kaart en dan staat hier boven dus. Ja, hij is nog niet berekend. Even nog op de knop berekenen. Maatregelen die ik wilde laten zien. In ieder geval de wegvak snelheid fietsen aanpassen. Dat is interessant als je een snelfietsroute wilt bekijken wat daar het effect van zou kunnen zijn. We gaan dan vanuit dat je alleen kijkt naar het effect van snelheidswijziging van de snelfietsroute, dus comfort en zo, wordt allemaal vertaald, alles vertaald in snelheid. Je kan één of meerdere links selecteren op de kaart. Nou, met één link selecteren doe je met het pijltje. Je kan ook de veelhoek pakken en dan kan je om meerdere, kan je gewoon heerlijk lekker tekenen en dan selecteert hij meerdere. Kijk, nu heb ik al in één keer 5 wegvakken geselecteerd en je geeft de snelheid op voor die wegvakken. Hij geeft de snelheid aan, trouwens de gemiddelde snelheid van die wegvakken die ik daar zojuist heb geselecteerd.
Je kunt nog een maatregel meegeven in je logboek. Kan je zeggen, snelheidsverhoging. Of je kan een traject aangeven, zodat je het later in je logboek ook kan terugvinden. Dat was op de eerste site die is in je beheerpagina. Daar kan je dan zien, deze maatregel heb ik genomen. Anders zie je daar alleen maar getalletjes staan. En soms is het heel fijn om gewoon de getalletjes even in normale taal neer te zetten. Dit is mijn, was mijn maatregel. Nou, en als je dan opslaan doet, ik kan deze dus, ik zet alles gezellig op 23. En ik doe opslaan, dan zie je dat hier een tweede maatregel bij is gekomen. De wegvaccinatie. En het effect hiervan is dat als je, je hebt de snelheid gewijzigd, dus als je een toedeling doet, is de kans dat die route daar over die route gaat, neemt toe. Kijk, als het dan een hele snelle route was en je hoofdroute ging er al over, dan zul je dus ook geen effect zien. Het is alleen nuttig om te doen. Daarvoor zou je dus echt eerst even naar het netwerk moeten kijken, naar de routes die daarop staan. Als de snelheid heel laag was en je gaat het verhogen, en dan zal je misschien een routewijziging zien. Dus dat is wel iets om ook te zien. Ook dat krijg ik vaak van, ja, ik zie helemaal geen verschil. Maar ja, dan wordt een fietsroute van 24 km per uur naar 25 km per uur gebracht, terwijl er al tig fietsers overheen. Ja, dat effect ga je gewoon niet. Even kijken, aantal maatregelen. Ja, we hebben nog de maatregel nieuwe fietsenroute toevoegen. Kijk, die zit ook hier. Dat is een nieuwe fietsverbinding. Ik ga hem niet helemaal doen, maar je kunt gewoon een lijntje tekenen, een willekeurig lijntje. Van, het moet wel aantakken op je fietsenwerk, maar als geeft hij een foutmelding, dan kun je daar ook weer een snelheid in geven. Wat ik trouwens net liet zien, de snelheidwijzer is ook nuttig als je werkzaamheden hebt, bijvoorbeeld om dan de snelheid op nul te zetten. Dat is hetzelfde als een wegvak afsluiten. We zeggen hier mogen even tijdelijk geen fiets langs, en dan is het ook een handige methodiek om de omleidingsroute die de fietsers waarschijnlijk gaan nemen in beeld te brengen, zodat je weet waar je je borden neer kan zetten. Die dingen. Nou, en dan hebben we nog maatregelen, en die ga ik niet allemaal laten zien, die hebben invloed op de fietsverplaatsingen. Dus op de HB-matrix, en dat is de module woningen toevoegen. Wat die doet is, je zegt, ik ga zoveel woningen toevoegen in een bepaald gebied. En dan zitten de kenniscijfers achter om dat om te zetten naar het aantal verplaatsingen. En die voegt die toe aan een bepaalde zone die je hebt geselecteerd. Een soortgelijke module is de module ruimtelijke ontwikkelingen toevoegen. Ook daar selecteer je een zone. Alleen daar zit geen omrekenfactor tussen, maar daar kan je gewoon zelf aangeven. Ik verwacht dat er zoveel verplaatsingen bij komen of afgaan. Gewoon eigenlijk een manier om de HB-matrix aan te passen. En we hebben nog de module verander verkeer op hele model. En daar geef je een percentage in. En dan worden alle zones in jouw studiegebied met een bepaald percentage, wordt de HB omlaag of omhoog gezet. En dus ze doen eigenlijk allemaal hetzelfde, maar net een beetje anders. En de een help je erbij en de ander moet je wat meer zelf van tevoren bedenken. Linda, zit er een natuurlijk pauzemoment? Of wil je nog iets vertellen voordat we dat... Nee, ik ben bij mijn laatste... Dit was het laatste wat ik wilde vertellen. Ik heb de volgende sheet die ik voor me heb, dus discussie. Dus. Nou mooi, dan stel ik voor dat het is nu 14:50 dat we... Kijk, zolang we het nodig hebben, dat we even 5 minuten pauze pakken, dat iedereen een kopje thee in kan schenken en even... Ik stel dat voor, zorg dat je in ieder geval door 2 deuren gaat, dan ben je even weg, dan heb je frisse neus gehaald. Dus ik jullie 2:55 weer terug. En dan kan Linda ondertussen de vragen in de chat ook lezen die er gesteld zijn. En daar beginnen we met beantwoorden. En verder vragen en discussie zijn welkom. Dus 2:55, of nu 2:56 zijn we weer terug. Tot zo.
It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. Daar zijn we weer. Nou, even wat bicycles uit Beijing. Welkom terug allemaal. We hebben niemand verloren volgens mij bijna in de pauze, dus dat valt mee. Nou, dankjewel in ieder geval Linda voor deze uitvoerige demonstraties. Volgens mij had ze er 3 uur over kunnen vertellen, maar we hebben die tijd niet te zetten. Ja, ik denk dat het goed is om even met de vragen te beginnen die er lang zijn. De eerste vraag was van Otto. Wat is nou het verschil met de vorige? Ik weet Otto welke vorige, de vorige mobiliteitscamp? Nee, dus... Volgens mij was het eerste was isochrone en de tweede was de reistijd tot die centroïde. En dat was eigenlijk mijn... Ik kon zo even niet het verschil bedenken tussen die twee functies. Maar andere misschien ook nog wel een belangrijke vraag is... Als je de snelheid verhoogt op een bepaald wegvak of een extra wegvak toevoegt... Dan krijg je dus een nieuwe toedeling. Dus dan gaan de fietsers anders fietsen. Maar het is niet zo dat die model split dan verandert. Hè? Doordat je met de fiets sneller bent en dat mensen dan eventueel met van de auto naar de fiets gaan. Nou, misschien kan ik daar even op inhaken. De eerste vraag, als het op de reistijd isochrone gaat, dan gaat het van reistijden van één link naar alle andere links. Dus dat zie je dan op de kaart. Een weergave van ook de kwaliteit van het netwerk en knelpunten daarin. En bij het andere gaat het om ingelezen modelreistijden van een zone naar een zone. Dus van de centroïde van een zone shapefile, zo te zeggen, dat is ingelezen naar een andere centroïde. En die onderliggende HB-matrices die zijn ingelezen. Dankjewel. Dus het ene is een analyse module voor modeldata, dat andere voor het netwerk. En nou ja, die tweede vraag. Sorry, kunt u nog een keer een keyword geven? Als je de snelheid verhoogt of een extra ding toevoegt. Model shift zit er op dit moment nog niet in. Er loopt op dit moment, as we speak, een project om dit te implementeren. Het zal wel rudimentair zijn, want de modaliteitsscan is geen verkeersmodel. Daar zijn we heel duidelijk in. En het is een quickscan tool, dus het zal op basis van elasticiteit te werken. Maar er zal een manier komen om modal shift weer te kunnen geven. Nou moet ik daarbij zeggen, verhogen van de snelheid met 2 km/u voor fiets zal niet heel veel veranderen. Want dat zit er wel meer inertie in de elasticiteiten dan dat. Ja, bijvoorbeeld als je een extra brug doet voor de fiets en de brug sluit je af voor de auto, dan moet je een stuk omrijden met de auto. Ja, push-effecten hebben altijd betere werking dan pull-effecten. Afsluiten helpt, ook in de mobiliteitsscan. Dankjewel. Afsluiten helpt ook in de mobiliteitsscan. Nou, daar sluit misschien wel aan bij de vraag die Paul daarbij had, want die gaf aan van, die spelen dus met snelheden erin. En ja, sowieso kan je daar wat... vanaf dingen of dat in de stad nog geldt, maar ook van ja, hoe ga je met om dat het eigenlijk het prettigste is van doorfietsroutes die je erin wil zetten, dat er minder onderbrekingen zijn. Dus dat, hoe ga je die minder onderbrekingen, hoe laat je dat zien in de mobiliteitsscan? Dus minder, maar beter oversteken en dat soort dingen. Ja, dus zoals ik al zei, geen model. Dus we nemen ook heel weinig parameters mee in de tool waaraan je kan draaien. En op dit moment is dat alleen maar eigenlijk reistijd. Dat ene schroefje wat je hebt. En dat wordt dan in de mobiliteitsscan in verschillende smaakjes, in verschillende modules gepresenteerd om de gebruiker te helpen. Dus of door aanpassing aan de infrastructuur of gewoon heel brutaal te zeggen, gewoon de reistijd wijzigt, dat kan ook. Ja, maar zo fijnheden als
de oponthoud te verminderen, moet gewoon doorvertaald worden door de gebruiker naar een verandering in snelheden. Ja, dus uiteindelijk ben je daar alles toe. Eigenlijk ben je die onderbreking, dat zoals ook in het LRM en NRM, eigenlijk als een soort virtuele snelheidsverhoging aan het neerzetten. Qua ongevallen, hoe je met ongevallen omgaat. Misschien vindt het goed om te weten, Paul, dat in ieder geval mijn collega Paul Schepers is bezig met voor de Taskforce Verkeersveiligheid. Daar een soort model van te maken hoe je eigenlijk meer kan kijken de aanwezigheid van bepaalde aspecten die je ziet. Wat voor effecten op de veiligheid, bijvoorbeeld de aanwezigheid van paaltjes en dat soort zaken, hoe je dat kan modelleren. Dus dat is een manier om dan die veiligheid te kijken. Hoe zit dat bij jullie erin? Ja, we zijn geen dashboard. Dus het is geen datadashboard van het nu. Maar het is een tool om te verkennen hoe het in de toekomst uitziet. En hoe maatregelen daar invloed op kunnen hebben. En dat is heel moeilijk te zeggen. Want er is geen echte modelmatige benadering tot nu toe. Behalve natuurlijk dat het aantal van fietsers ook een voorspellende factor is voor het aantal van ongelukken. Helaas, hoe meer fietsers, hoe meer ongelukken. Maar hoe dat zich precies verhoudt ten opzichte van die infrastructuur die daar ligt, dat is, als je het modelmatig kan weergeven, te complex voor de mobiliteitsscan. Dus we zouden een indicator kunnen bedenken die op basis van aantallen fietsers weergeeft waar veel gefietst wordt, daar veel ongeluk. Maar dat is ongeveer het niveau van indicator voor veiligheid waarin zich dit zou kunnen bewegen. Andere optie zou zijn om wel iets, dus hebben we meer, het is menu item externe bronnen, daar hebben we gewoon informatie onder staan die kan helpen bij de interpretatie van andere gegevens in de mobiliteitsscan. Dus daar hebben we bijvoorbeeld milieueffecten staan. Maar je zou ook kunnen denken om daar een kaart neer te zetten waar je wel ziet waar de onveiligheid, maar dan is het puur ter informatie. We hebben ook een module bijvoorbeeld, daar geven we aan hoeveel inwoners, arbeidsplaatsen, leerlingplaatsen, distributieterreinen. Dus dat zijn de socio-economische gegevens. Die tonen we alleen op een kaart, puur om te laten zien, zo zit het in dit gebied eruit. En dat helpt je dan als gebruiker om te doen. Dus zo'n kaart zou je nog wel kunnen voorstellen, als er een goede dataset is, om gewoon een soort kaartlaag te hebben die je er overheen kan plaatsen. Dus dat doe je niks met een indicator. Maar dan alleen voor die basis. Maar dat moet dan wel nuttig zijn. We gaan niet alle data maar laten zien. Maar als het helpt om de andere data beter te interpreteren, dan kan dat verzoek worden ingediend. Ja. Ik zag ook nog een vraag in de chat over misschien van en vanuit de Fietsersbond of over Fietsersbond data. We zouden het alleen maar toejuichen als de Fietsersbond met ons wil samenwerken hierin. En we zouden heel graag Fietsersbond data willen kunnen tonen, of dat de Fietsersbond zelf data uploadt. Dus, op dit moment zijn de onderhandelingen even vastgelopen. Ja, dat is nog een hoofdstuk op zich. Henk, je had nog opmerkingen over de auto's keer fietsers op kruispunten. Kun je die even toelichten? Ja, je weet. Je weet hoeveel fietsers een kruispunt over willen steken en je weet hoeveel auto's daarmee hoeveel auto's daar in de weg rijden. En die twee aantallen kan je bij elkaar optellen of met elkaar vermenigvuldigen. Als je dan ook nog de autosnelheid verwerkt, dan heb je in ieder geval een indicatie voor hoeveel risico's de fietsers moeten nemen. En wat je nog mee kan nemen is de oversteeklengte voor fietsers. Kunnen ze wel of niet in etappes oversteken? Dat zijn allemaal zaken die vrij eenvoudig toe te voegen zijn, volgens mij. Ja, op basis van een aantal fietsers kan het. Maar meer dan dat heb je niet. Dus de aantallen auto's heb je ook. Modelmatig dan, ja. Dus dat is te hoog over voor echte kruispunten. Dus je hebt het waarschijnlijk per personen zou je dat weer kunnen geven. Of per wegvak, maar daar zou ik zeer voorzichtig mee zijn. Want dat is modeldata. Ja, maar als je dan het effect van het model gebruikt als indicatie voor het effect op je veiligheid. Dus als je minder auto's krijgt, dan wordt het waarschijnlijk veiliger voor fietsers. Uiteraard. Dus het is een numbers game. Dus je kan met een aantallen kan je spelen. Maar helaas kunnen we dat wat echt infrastructurele veranderingen, dat wat echt de veiligheid van fietsers verhoogt. Ja, zoiets is te ingewikkeld voor zo'n dashboard. Ja, en je zet ook nog de SPV-indicatoren. Daar had ik het ook al over. Dat zijn de indicatoren die dus
andere Paul Schepers nu gaan gebruiken om dingen te passen. Dus dat is misschien, dus ik denk dat we in ieder geval goed kijken wat, hoe je dat op bepaalde manieren met elkaar zou kunnen combineren. En dat begint je altijd over BBMA? Dat is een BBMA? Ja, we hebben de kaart van het Fietsersbondnetwerk al een keer gebruikt in combinatie met toepassingen in Brabant. Dus als jullie daar iets meer over willen weten, dan kunnen we daar, is dat vrij makkelijk om die ervaringen te delen met jullie. Nou, het probleem van de Fietsersbondkaart is niet zozeer praktisch. Dankjewel trouwens voor het aanbod hoor, Henk. Maar het is niet zozeer een praktisch probleem dat we niet het netwerk erin krijgen, maar meer dat we niet uitkomen qua toegang tot de data. Kijk, als je het Fietsersbondnetwerk in de mobiliteitsscan zet, dan komt het voor iedereen beschikbaar. En daar moet je wel onderling uitkomen. Er zit een waarde aan het netwerk. Makkelijk gezegd. Dat staat iedereen vrij natuurlijk, die wel toegang heeft tot het Fietsersbondnetwerk, om het zelf in te lezen. Want de importprocedure is gewoon openbaar voor iedereen. Ja, het was dus in het kader van een project in Brabant. Ja, nee, dan kan dat. Maar het openbaar voor openstellen voor iedereen, dat is een ander vraagstuk. Nee, dat is wel interessant, want die Fietsersbond-netwerk is gewoon beter. Klopt, helemaal mee. Dus je wil het graag gebruiken. Ja, we zouden die ook heel graag willen hebben. Overigens hebben we ook... Daar zijn we het allemaal over eens. Dat is een interessante discussie die ik nu niet kan voeren. Ter achtergrond. Ja, maar in ieder geval, we zijn daar mee bezig en het is ook wel iets waar je ook wel weer ontwikkelingen in zit. Grijze wegen, Ria? Ja, het ging net over die verkeersveiligheid en dat je die data mee wil nemen en hoe je daar toch een indicatie van kunt krijgen. Er zijn natuurlijk nog steeds grijze wegen, soms zelfs zonder fietsstrook, waar 50 kilometer gereden wordt. En die zou je eigenlijk ook zichtbaar willen hebben in het netwerk. Want als dat wegen zijn waar het aantal fietsers toeneemt door een maatregel, dan moet je misschien toch nog even achter je oren krabben of je niet een betere maatregel moet verzinnen. En iedereen wil natuurlijk die grijze wegen weg, hoor. Ik ook. Maar dat gaat de komende 20 jaar nog niet helemaal lukken, ben ik bang. Zelfs niet al met de hele binnensteden die naar 30 gaan. Want ja, dan zijn er toch altijd nog een paar wegen waar toch nog net te hard gereden mag worden. Of waar een bus rijdt, dus waar je de snelheid de facto niet omlaag krijgt. En er in de praktijk toch gewoon te hard gereden wordt. En die, het zou fijn zijn in zo'n model als je die zichtbaar hebt. Dat je weet wat je doet als je... Als je maatregelen treft om meer fietsers te krijgen, is prima, maar graag wel over veilige routes en niet over grijze wegen. Helemaal mee eens, dat zou een zeer mooie analyse zijn, ook iets wat zeer goed zou passen bij de mobiliteitsscan. Helaas hebben we die data niet gekoppeld aan die netwerken. Dus de link tussen autonetwerk en fietsnetwerk, zoals Linda al zei, die is ook niet per definitie gegeven, want iedereen kan een verkeersnetwerk aan een bepaald fietsnetwerk koppelen. Ja, dan ontbreekt dat al. Dus het zou dus een kenmerk moeten worden van of het fietsnetwerk of het autonetwerk. En op dit moment hebben wij die data niet. Maar het autonetwerk wel. Maar ja, daar hebben we het erover gehad. Ja. Maar Linda, Constance, het worden nu bepaalde nieuwe dingen ook gesuggereerd. Hebben jullie ook een ontwikkelagenda of zoiets voor de komende jaren om hier nog dingen aan toe te voegen? We hebben een shortlist met alle onderwerpen. En daar kan iedereen ook gewoon een onderwerp aan toevoegen. En één keer per jaar gaan wij kijken wat pakken we het volgend jaar op. En tussendoor komen er nog wel eens wat wij in vliegen. Kijken aan kleine dingen als het is een data. Zet visualiseren op een aparte kaartlaag. Dat zijn dingen, dat zijn zij invliegers, die komen dan tijdens het jaar nog wel door. Maar sowieso altijd een mailtje naar mobiliteitsscan@rws.nl en dan nemen we even contact om dat soort wensen op de lijst te zetten. Er is gewoon een lijst. Nou, dat lijkt me in ieder geval een goed idee voor dit soort mooie toevoegingen om daar ook in te zetten. En nog andere vragen? Nou ja, misschien nog een aanvulling. E-mail naar ons toe is de eerste stap. Maar we staan zeker ook open voor doorontwikkeling. Niet alleen door ons, maar ook door derden. We hebben een proeftuin. Dus goede ideeën kunnen op verschillende manieren in de mobiliteitskind belanden. Nou, dat is natuurlijk het hoor. Zijn er nog meer vragen? Of punten die iemand hier nog even wil... Misschien nog, die discussie had natuurlijk nog als zwaartepunt. Hoe kan de mobiliteitsscan mee helpen in de praktijk? Dus misschien of daar nog vragen over zijn. Van wat kan ik nou precies hiermee? Of is dat voor mijn
casus van toepassing. Ik ben sowieso benieuwd of er mensen hem gaan gebruiken. Jeroen, is dat nu een vraag in de chat ondertussen? Ik weet niet of Linda hem ziet. Natuurlijk altijd geïnteresseerd in ook mensen die vragen van ik wil hem gebruiken, hoe moet ik dat doen? Of, ik zie de vraag inderdaad of altijd de snelste route wordt gekozen. Ja, dat is een versimpeling die we maken. Dat zit niet in het model dat daaronder ligt. Of die modeldata die we tonen, daar wordt iets meer intelligentie in gestopt. Maar als je een mobiliteitskenberekening maakt voor een maatregel, dan wordt dat inderdaad over de kortste route toegedeeld. En dat kan best lastig zijn, want soms neem je een maatregel en per toeval ligt dat dan niet op de grote stromen waar de kortste route overheen gaan en dan zie je bijna geen effect. Dus helemaal eens, het is niet heel, het geeft niet helemaal de werkelijkheid weer, maar het is wel een tool waarmee je dus heel snel zou kunnen verkennen. Dan moet je hem dan ook gebruiken. Misschien nog even een aanvulling, Jeroen, wat ik niet verteld heb, de mobiliteitskenwerk met periodes. En op dit moment worden er altijd ochtend- en avondspitsdata ingelezen. En in die periode zit wel woonwerk wel het grootste motief. Dus dat is misschien een aanvulling waarom we die aanname wel durven te doen. Ik hoor geen vraag meer. Maar ik lees één van Arjan. Inderdaad, als je vanuit een adviesbureau komt, dan kan je een licentie voor de mobiliteitsscan en data alleen aanvragen als je een opdracht van de overheid werkt. We kunnen ook toegang geven naar de mobiliteitsscan op basis van dummy data. Dat kan. Maar volgens mij hebben we nog geen dummy dataset met fiets, want dat is nog redelijk nieuw. Dus ik vrees als het alleen om fiets gaat, dat we je dan nog heel even teleur moeten stellen. Maar ook daaraan wordt gewerkt aan een meer recent dummy dataset. Het klopt niet helemaal, een licentie van voor de scan krijg je eigenlijk altijd wel. Dat is niet, en de data, kijk, het fietsnetwerk is wel gewoon openbaar toegankelijk. Dus als je erin gaat, kun je al wel fietsnetwerk. En je kan dan vervolgens op zoek gaan naar een lokaal verkeersmodel om daarmee te combineren. Dus het is, je krijgt geen toegang tot NRM-LMS. Maar er zijn natuurlijk wel, als je contact hebt met iemand die het lokale verkeersmodel heeft en je kan die wel gebruiken, kun je nog steeds de scan gebruiken. Dus geen toegang is alleen voor NRM-LMS geldt dat eigenlijk. Klopt, maar we moeten ook nog een dummy dataset maken dat gekoppeld is aan. Ja, dat zou wel leuk zijn, maar ja, dummy data blijft toch ook dummy data. Uiteindelijk wil je met echte data werken. Ja, nee, dat is waar. Maar om kennis te maken met de scan, dat is mogelijk. Ja, dat kan. Nee? LMS, NRM, dat gok ik. Dat die vraag is, wat is NRM, MMS? Maar het is LMS, NRM, dat zijn die verkeersmodellen die Rijkswaterstaat beheert en maakt. LMS is het landelijke verkeersmodel, dat is heel hoog over. NRM is uitgesplitst in vier landsdelen. Dus iets meer detail. Voor fiets, allebei een beetje te grof. Want meestal neemt men ook niet fietsmaatregelen voor het hele land meteen. Dus we raden aan dat als het echt om fiets gaat, met lokale verkeersmodellen te werken. Nou mooi, het is goed om te horen dat ik sowieso ook interesse vanuit uit België is. Misschien even tot aan het denken, dat is toch wel alleen nodig voor wijkproblemen. Ja. Maar ik heb daar ook weer een hele discussie over voeren waarvoor die allemaal nuttig zijn. Dat levert voor mij een andere ding op. Ik wil jullie even de volgende komende bijeenkomst ook nog even met jullie delen die er aan zitten te komen. En een aantal komen hier ook op terug. Namelijk op 15 november is specifiek over die protocollen van de meting is nog een bijeenkomst. Dus dat gaat over de meetprotocollen. Dus dat is eigenlijk over hoe jullie van die data informatie maakt. Op 16 november is het eindcongres van het BITS. En dat gaat over. De BITS is een Europees project geweest over. Ook allerlei dataverzamelingen en dat soort dingen. Dus dat is in Zwolle. Dus dat is voor iedereen vrij toegankelijk. En zelfs het diner ervoor is volgens mij gratis. Neem je kans om daar ook heen te gaan als je dat niet verpland heeft. Dan geeft mij volgens mij een stukje afronding.
Als gezegd, dan gaat Renske daar een mooie verslag van in maken. Wanneer dacht je dat was volgende week? Was dat ook, dacht je, Renske? Ja, volgende week komt deze presentatie en hier draait het om. Deze presentatie komt online op fietsberaad.nl in de kennisbank. En daar zijn ook de PowerPoints terug te vinden. Dus mocht je het nog eens even terug willen kijken, dan kan dat vanaf volgende week donderdag online op fietsberaad.nl. Oké, okay. Mooi. Misschien dan even de universiteit ook nog een rondje van was dit wat jullie verwachten? Ga je hier wat mee doen? Is het nuttig? Jacob, ga ik jou gewoon het woord geven? Ik ben wel heel benieuwd hoe die toe gaat werken. Dus ik wil er wel eens mee gaan spelen. Ja, ik heb heel veel potentieel nuttige informatie. Ik ben ook met een aantal snelfietsdoorfietsroutes bezig in studie. En ook. En dan moeten we ook proberen aan te tonen wat toegevoegde waarde daarvan is en of het daadwerkelijk een beetje in de cyber fiets aan het werk. Dus interessant om daar eens mee te gaan vogelen en eens die data in te duiken. Dus ik ben heel benieuwd. Een leuke middag om te gaan stoeien. Wil iemand daar nog anders hier nog op aanvullen? Nee? Nou, dan. Dan denk ik dat ik jullie gewoon een hele fijne middag ga wensen. Dank voor jullie aandacht en aanwezigheid. Het verslag op de jullie kant op. En tot de volgende keer. Of in Zwolle of online naar mijn kant. Tot ziens. En een goede avond. Nee, dank je wel ook. Dank jullie wel.